Een tijdje geleden hebben we heel veel last gehad van ratten. En die ratten die groeven alles hier ondersteboven. En dan kwamen ze hier uit. En hier, maar ook hier, onder de hokdeur. Ik heb er zelfs 6 gevangen. Ja, die waren toch zeker zo. Ik heb de foto's op de dinges liggen. We hebben bewijs, hè. En lelijke beesten. Heel agressieve ratten. Wij kregen een melding van iemand die hier vlakbij woont. En die zei, nou, hier bij ons in de buurt, maar bij de sloot, daar komen veel ratten voor. In de eerste plaats hoorden we van een ambtenaar die belast is met het uitreiken van die kooien, zeg maar, om ratten te vangen. Dat vooral in de voormalige gemeente Schijndel het probleem heel groot is. Toen hebben we een stukje geplaatst op onze website. En toen ben ik nog een keer geschrokken van de reacties die we via sociale media kregen. Met alle adressen die er genoemd werden. Allemaal in Schijndel. Van waar mensen heel vaak ratten zien. Dus ik heb toch de indruk dat er wel sprake is van een echte plaag hier in Schijndel en omgeving. Dat is toch wel zorgwekkend. Vorig jaar in het eerste kwartaal hebben we 51 meldingen gehad. En dit jaar in het eerste kwartaal 61. Dus dat is een geringe toename. Als wij de meldingen zien, dan zijn die verdeeld over de hele gemeente Meijerijstad. Ja, het is wel zo dat, zeg maar, naar aanleiding van toppublicaties de laatste tijd wel wat meer reacties zijn gekomen uit deze regio. Maar de echte feiten tonen dat niet aan. En ratten is ook een illusie dat we die weg kunnen nemen. Maar we proberen het wel zoveel mogelijk onder controle te houden. Ja, dit is gewoon een kist, een afgesloten kist. Er zit een klem in. De klem die spannen we dan hebben een, want je mag buiten geen vergif gebruiken, hebben we verschillende soorten lokstof, niet giftig. Dus eerst laten we ons het voer opeten, dan na een tijdje spannen we de vallen en dan is hij eigenlijk klaar om gezet te worden. Je denkt, omdat ik raadslid ben, dan zal het heel gauw gaan over wat de gemeente moet doen. De conclusie die wij hebben getrokken is dat de gemeente er ontzettend veel aan doet. Dan binnen een dag dan wordt er gebeld en daar staat degene die in opleiding is voor rattenvanger of al rattenvanger is. En die komt dan even kijken hier en die vangkooien bij. En dan zetten we ze uit en dan elke keer qua vang dan meld ik dan hem. Dan hij er ook een beeld krijgt van hoe dat precies zit. En als dat niet meer nodig is, dan kun je ze weer ophalen. Die boksen moeten dagelijks gecontroleerd worden. Daarom is het ook zo'n fijne samenwerking met burgers en gemeenten. Als wij die boksen bij de burgers in de tuin zetten, kunnen de burgers die boksen controleren. Hoeven wij er niet elke keer langs te gaan als gemeente, zeg maar. En onze conclusie is dat mensen toch zelf het heft in handen hebben om rattenoverlast te voorkomen. Rattenbestrijding is niet alleen een zaak van de gemeente. Ja, wij willen daar graag aan meewerken, maar vooral worden rattenplagen veroorzaakt door, zeg maar, toch wat slordig omgaan met voederplekken. Zet geen water buiten. Voer, al het voer, kattenvoer, vogelvoer, ruim dat op. Leg dat niet buiten neer. Hopen groenafval achter in de tuin, ruim dat op. Houthokken. Ze hebben 3 dingen nodig. Schuilgelegenheid, water en een voedselbron. Dus ja, zorg als je die 3 weghaalt, heb je het minste kans op ratten.